Dit is hoe je panang curry met kip en sperziebonen maakt. In de box vind je kokosmelk, kaffir limoenblad, vissaus, palmsuiker, panang currypasta en jasmijnrijst. Zelf moet je nog toevoegen 350 gram kipdijfilet gesneden in blokjes van 2 bij 2 cm en 400 gram sperziebonen in stukjes van 4 cm. Zet de koekenpan op middelhoog vuur, stand 7 op inductie. Schud de kokosmelk en doe de helft in de pan. Laat de kokosmelk indampen tot je grote bellen ziet. Als je met een spatel een streep trekt, dan blijft er een streep zichtbaar. Voeg de currypasta toe aan de ingedikte kokosmelk. Bak de currypasta voor 1 minuut en roer constant totdat de aroma's vrijkomen. Doe de rest van de kokosmelk in de pan en roer totdat de saus een mooie homogene kleur heeft. Voeg dan de vissaus, palmsuiker en limoenbladeren toe aan de pan. Roer de kipblokjes door de saus en bak voor 1 minuut mee. Voeg daarna de sperziebonen toe en roer alles nog één keer goed om. Doe de deksel op de pan en laat de curry voor 15 minuten op een laag pitje zachtjes koken. Als de kip goed gaar is, kan je het gerecht meteen opdienen en lekker thuis tafelen.